Hallo, hier is Wendy. Vandaag wil ik jullie graag deze steek laten zien. Hele leuke steek en in de haakbijbel wordt die kepersteek genoemd. Ik heb nog geen andere benaming ervoor gevonden, want het is eigenlijk een breisteek. En er was vraag naar hoe de kepersteek ging, want het is best wel eventjes net even anders als normaal. Dus dat wil ik graag laten zien, maar voordat ik daarmee begin wil ik het graag laten zien. Dit is opgezet met lossen en dan de keper half stokje. Dit is de begintoer in één keer opgezet. Je hebt dan een mooie onderrand waar je aan je franjes kan maken als je bijvoorbeeld een sjaal zou maken. En hij is heel flexibel. Hier zie je toch altijd als je met los opzet dat hij wat strakker aan de onderkant is. En je moet dan vaak met een andere haaknaald haken. Als je aanleert om in één keer op te zetten, zou dat enorm veel schelen. Dus ik ga de kepersteek uitleggen in een filmpje. Klik hier als je graag de kepersteek wil zien. Maar als je deze begintoer graag wilt zien, gaan we eerst deze begintoer laten zien. Dan ga ik hem even uithalen. We beginnen met een opzetlus. En dan de bedoeling is dat je zowel voor toer 1 als voor toer 2 steken op gaat zetten. En daarvoor heb je dan een paar stappen nodig. En als je die eenmaal door hebt, kan je voor elke steek volgens mij een begintoer maken. Het bestaat al voor vaste stokjes en de simpele steken, zeg maar. En ik ben nu aan het zelf aan het bedenken om dus met elke steek een begintoer te maken. Dus voor deze kepersteek bestaat nog niet. Dit is dus de eerste tutorial voor een begintoer voor de kepersteek. Daar gaan we. Twee lossen, want we gaan halve stokjes maken. Daar hebben we twee lossen voor nodig. Dan ga je omslag en je gaat in de eerste lossen, ga je twee draadjes oppakken. Zo, heb je er vier op je haaknaald. Ga je draad halen. En dan moeten we eerst, belangrijk is, we maken een steek aan de onderkant en je maakt je steek aan de bovenkant. En voor de onderkant gaat het als volgt. Je gaat een draad halen en je maakt een steek alvast voor de onderkant. En omdat we nu een keper half stokje gaan maken, normaal gesproken zou je omslag en dan je halve stokje maken. Maar omdat we die keper half stokje maken, gaan we gelijk deze draad door de tweede heen trekken. En dan omslag en de rest van je halve stokje afmaken. Dan gaan we omslag. We gaan terug naar de oude steek voor de onderkant. Die moeten we afmaken. Dan heb je er weer vier op je haaknaald staan. Je gaat een draad halen, dan maak je de oude steek af. We gaan een draad halen, zetten de nieuwe steek op. En omdat het een keper half stokje is, gaan we een kepersteek met half stokje, gaan we hem gelijk er doorheen halen. Omslag en we maken het halve stokje af. Omslag. En hoe kan je nou zien welk draadje je moet hebben? Je ziet hier die twee naast elkaar, dat is van je halve stokje. Je ziet hier het langere draadje. Dat is het draadje wat je moet hebben. Dus die gaan we pakken. En deze gaan we pakken. Dus twee draadjes van de steek. Dan is het weer het ritme. Je maakt de oude steek af voor de onderkant. Je zet een nieuwe steek op. En eigenlijk handig om nu te doen is gewoon gelijk door twee. En door twee. Dat is voor het keper half stokje. Zet je hem gelijk mooi op. Want kijk, dit is opgezet met lossen. En dan je kepersteek. En dit is gelijk in één keer. Zie het verschil van opzetten. Dat dit mooi flexibel is. En hier is het wat strakker. Dus dan ga ik het nog twee keer voordoen. Twee keer zo. En dan nog twee keer heel rustig. Omslag. Je gaat dat grotere dwarse draadje oppakken. Plus aan de achterkant het draadje. Heb je er vier op je haaknaald. Draad halen is oude steek af, nieuwe steek gaan we opzetten en omdat het voor de keperhalfstokje is gelijk door 2, draad halen door 2. Omslag, onder het langere draadje door, tweede ook oppakken, die zit meestal een beetje verstopt erachter, heb je er 4 op je haaknaald en dan in het ritme oude steek afmaken, ik zet een nieuwe steek op. Ik doe hem gelijk door het tweede lusje heen. Draad halen, maak het halve stokje af. Dus nu ga ik hem nog een keertje, ik zal hem inzoomen,
En dan kom heel langzaam. Omslag. Hier zie je dat langere draadje zitten. Deze twee horen bij je halve stokje. Ga je draad halen. Omdraaien en dat tweede draadje moet je ook zorgen dat je die pakt. Heb je er vier op je haaknaald. Even in frame blijven. Draad halen. Omdat we het keperhalfstokje maken, gelijk draad halen door 2. Draad halen door 2. Omslag. We gaan dit draadje oppakken. Plus die aan de achterkant. Heb je er 4 op je haaknaald. Oude steek af. Nieuwe steek op. Gelijk door 2. En je maakt je halve stokje af. En kijk. De begintoer voor de kepersteek. Eigenlijk heel simpel als je eenmaal het principe begrijpt. Dat je oude steek afmaakt. Een nieuwe steek opzet. Dus dan heb je aan de onderkant je mooie steek. Daarna denk je, wat voor steek moet ik erop maken? Dat is in dit geval de kepersteek. En dan doe je hem dus, nog één keer. Dan doe je hem dus, oude steek afmaken. 2 draadjes oppakken. Oude steek afmaken. Nieuwe steek opzetten. En je maakt je kepersteek. En voor elke steek kan je deze begintoer bedenken. Ben je geïnteresseerd in de begintoeren? Ik heb er al meerdere gemaakt met verschillende steken. Klik dan even hier. Dan vind je de playlist voor alle begintoeren die ik tot nu toe ontwikkeld heb. Er komen er nog veel meer bij. Het voordeel van deze begintoeren is dat je hem zo mooi flexibel opzet. En je hebt een mooie begintoer waar je dus... Als je bijvoorbeeld sjaals maakt, franjes aan kan maken. Als je een deken maakt, kan je mooi ook je rand eromheen maken. Het is zoveel makkelijker, maar vooral flexibel. Nou, dan ga ik nu naar het filmpje van de kepersteek. En dan ga ik hem met lossen laten zien. Als je denkt, dit is me te ingewikkeld. Ik ga hem ook met lossen laten zien en de uitleg van de kepersteek. Hier is de link. Bedankt voor het kijken. Hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Abonneer je. Vind ik erg leuk als je je abonneert. Zoek je een steek, uitleg van een steek. Geef dan even een reactie. Dan kan ik altijd jouw steek die jij leuk vindt om te laten zien ook verfilmen. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende tutorial.